Oké, bij deze instructiefilm over de regels van het Tanding Golok. Bij Tanding Golok is het eigenlijk heel simpel. Je scoort 3 punten. Degene die als eerste 3 punten heeft, die heeft gewonnen. Voordat we beginnen, beginnen we met een groet. Dus ik wil jullie vragen om de maskers op te zetten. Inzet links. Leg rechts. Je stelt je eerst even voor, dan doe je een stap naar voren. Dan ga je terug naar de hoek. De volgende stelt zich even voor. Je gaat terug naar de hoek. En dan begint het gevecht. Op het moment dat het gevecht begint, kom even naar voren, mannen. Laten we even zien. Scoren op het been. Vincent, dat is 1 punt. Daarbij mag het hele been geraakt worden, inclusief de voet. Scoren op de hand, Cleo. 1 punt. En scoren op het lichaam, Vincent. Dat is 1 punt. En scoren op het hoofd, Cleo. Dat is 2 punten. Nu komt het heel vaak voor, het gaat om milliseconden. Dat er een klap plaatsvindt van beide kanten. Dus een aanval allebei op de arm. Is 0 punten. Op het moment dat beide spelers een punt scoren, dan blijft de stand op 0-0. Dan doen we een heel klein demo-gevecht, zodat jullie kunnen zien hoe het gevecht eruit kan zien. Ik wil jullie vragen om naar de hoek te gaan. Groeten. Pasang. Mulai. Eén punt. Eén punt. Mulai. 2 punten. Dus het is nu 2-1. Let op, hè. In dit geval kan Vincent of een hoofdschot hebben, dan heeft hij 3 punten. Of Cleo een enkel punt op het lichaam, dan heeft hij ook 3 punten. Blijf! 1-1. 0 punten. Blijf! 1 punt. 1 punt. Dus in dit geval praten we over 3-2. Aan het eind van de wedstrijd wil ik alle spelers vragen naast elkaar te komen staan. En in dit geval 3-2.